Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. In april en mei houdt GGD Friesland een groot onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Friese jongeren van 12 tot 18 jaar, de Go Jeugd 2016. Met de resultaten van dit onderzoek kan de GGD gemeenten en onderwijs adviseren hoe zij de gezondheid en het welzijn van Friese jongeren kunnen verbeteren. Go Jeugd bestaat uit een digitale online vragenlijst over verschillende thema's, zoals alcoholgebruik, roken, voeding, lichaamsbeweging, sport, pesten en internetgebruik. Een onderzoek van de jeugd, waarom dit onderzoek? We houden dit onderzoek omdat wij de gemeente inzicht willen bieden hoe het is gesteld met de gezondheid van de jeugd in hun gemeente. Het is een terugkerend onderzoek, hè? Want jullie doen dit vaker. Ja, dat klopt. We doen dit vierjaarlijks en het is nu inmiddels de vierde keer dat we dit onderzoek gaan uitvoeren. Wat voor onderzoek is het precies en waar wordt er dan naar gekeken? Nou, het is een onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van de kinderen, van de jeugd. We kijken naar de leefstijl van de jongeren, het welzijn van de jongeren. Dan moet je denken aan vragen over alcoholgebruik, het roken, pesten. Er zijn nog wel meer vragen te bedenken. Ja. Buiten dit onderzoek, hè, dan duikt er in het nieuws op dat of de jeugd wordt te dik, of de jeugd gebruikt te veel alcohol, of de jeugd die gamet te veel. Dat zijn ook dingen die jullie allemaal meenemen in jullie onderzoek en dan kunnen zien dat jullie vergelijkingsmateriaal hebben na 4 jaar. Ja, klopt. Overgewicht nemen we eigenlijk altijd mee. Gamen en sociaal media gebruik, dat is eigenlijk nu een vrij nieuw onderwerp. Dus dat hebben we de vorige keer nog niet bevraagd. Maar daar gaan we nu wel naar vragen. Dus dat betekent dat we er nu een bepaald beeld van kunnen schetsen. En dan zullen we over 4 jaar kunnen kijken hoe het er dan mee staat. Volgens mij best wel belangrijk om inzicht te krijgen van wat is de gezondheid van de jeugd. Maar wordt er dan ook wat met dit soort onderzoeken gedaan? Ja, de onderzoeken die wij doen, die worden door de gemeente dan weer gebruikt om hun gezondheidsbeleid aan te passen. Of te kijken of het de afgelopen keren goed heeft gewerkt. En om richting te geven. Wij kunnen ook dingen signaleren vanuit onze gegevens en de gemeente een bepaalde richting proberen op te bewegen. Hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? Jullie halen de gegevens uit bevolkingsregisters? Wij halen een willekeurige selectie daaruit. Die schrijven we aan. Die krijgen een inlogcode. Dan kunnen ze via het internet inloggen op een vragenlijst. Kunnen ze vragenlijsten invullen. En aan het eind van de vragenlijst kunnen ze zelf ook nog op basis van de antwoorden die zij gegeven hebben een persoonlijk advies krijgen. Daar staat per onderwerp een advies in en een aantal doorverwijslinkjes naar internetpagina's die wellicht interessant kunnen zijn voor de jongeren. Mm-hmm. Je kan anoniem meedoen als jongeren. Ja. Wat jullie wel nodig hebben, dat is de lengte en het gewicht. Ja. Zo zeg ik het goed, geloof ik nu. Ja, dat vragen wij. Maar we vragen bijvoorbeeld ook de 4 cijfers van de postcode. Want die hebben wij nodig om vervolgens te bepalen in welke gemeente de doelgroep woont. Jullie verwachten een hoop respons? Wij hopen op een enorme respons, ja. Dat we zoveel mogelijk jongeren kunnen laten deelnemen. Hoe meer deelname ook, hoe beter inzicht je hebt in de jeugd, wat de jeugd bezighoudt, de gezondheid van de jeugd, et cetera. Ja, hoe hoger de deelname, hoe beter het inzicht is wat wij kunnen bieden. En op een kleiner niveau, dus dan kunnen we misschien zelfs nog op een kleiner niveau dan het gemeenteniveau een gemeente ondersteunen. Dus dan zou je kunnen denken aan bepaalde wijken waar bepaalde problematiek prominenter aanwezig is. Wanneer start het onderzoek binnenkort? Het onderzoek start volgende week. Als het goed is krijgen de jongeren volgende week de uitnodiging op de mat. En dan duurt het ongeveer, een beetje afhankelijk van de respons die we krijgen, tot eind mei ongeveer.